Je speelde vandaag een klein uurtje, was het treffzeker. Hoe vond je het gaan? Bij vlagen ging het oké. Het is af en toe nog wel goed ritme zoeken, maar ik merk dat mijn ritme weer begint te komen als aanvaller. En over het algemeen wisselden we denk ik goede momenten af met wat minder goede. Maar we moeten gewoon sowieso zorgen dat we binnen 2 weken er staan. En daar heb ik ook alle vertrouwen in. En de wedstrijd was amper begonnen en toen had je er al eentje in liggen. Is dat lekker? Het is zeker lekker. Is ook goed voor je vertrouwen. Mo Rai gaf hem goed mee aan mij. En ik denk dat ik hem wel goed afmaakte. Een goede actie ook al voor het afmaken zelfs? Ja, zeker. Dat is wat de spits moet doen, denk ik. Dus ik deed eigenlijk gewoon mijn job. Hoe vond je Sparta vandaag spelen tegen NAC? Wat ik al zei, ja, we wisselden goede met minder goede momenten af. Ik denk dat het ook zat in de keuzes. Misschien af en toe te veel lopen met de bal. En de juiste keuzes maken. En ik denk dat we vandaag daar ook deels het probleem lag. Nu werken we natuurlijk toe, dat geldt voor iedere club, richting het tweede weekend van september als de competitie begint. Dat is een wedstrijd die bij jou waarschijnlijk al langer in je agenda staat, want het is ook voor jou een familiestrijd. Heb je het daar al over die wedstrijd gehad met je jongere broertje die bij Ajax speelt? Ja, tuurlijk hebben we het er wel over gehad. Ik bedoel, toen het programma bekend werd gemaakt, ja, was het wel grappig dat het zo moest zijn. Maar goed, hij heeft zijn voorbereiding, ik heb mijn voorbereiding, dus we hebben het er toen over gehad. Nu niet echt. Ik denk in die week zelf zullen we het er wel over hebben, ongetwijfeld. Maar jullie zijn nog niet jullie voorbereiding aan het vergelijken voor of Sparta een goede kans maakt in die wedstrijd? Nee, zeker niet. Dat doen we niet, maar we maken zeker een goede kans. Want ik heb zeker alle vertrouwen in onszelf, dat wel. Vandaag je eerste wedstrijd op het kasteel. Ja. Het was natuurlijk niet de omstandigheden die je wil met zo weinig mensen, maar hoe is het stadion je bevallen? Ik heb hier eerder gespeeld toen met Dordrecht, een paar jaar geleden. Maar mijn eerste wedstrijd als een Spartaan, om zo te zeggen, op het kasteel. Ja, mooi stadion, mooie sfeer. Natuurlijk andere omstandigheden, maar goed, so be it. En op naar meer.